klein, ik weet niet precies hoeveelste hoofdstuk, voor een werkstuk. Maar deze ga ik verfilmen. En dit hoofdstuk is 10 tips om goed te kunnen vloggen. Sorry voor de camera, het is niet heel goed beeld en niet heel goed geluid. Maar het gaat om de tips en niet om het geluid en het beeld. Oké, laten we beginnen. Je moet publiek zijn. Dat je dingen doet die alleen jij doet. En een beetje nieuwe dingen verzinnen. Niet zeg maar dingen die iedereen doet. Natuurlijk mag dat wel, maar ja, je moet ook dingen doen die anderen ook leuk vinden. En een beetje de leuke dingen doen die je zelf leuk vindt. Dus niet tegen je wil in. Wees jezelf. Niet iemand anders een beetje proberen na te doen en zo. Een beetje net als uniek zijn. Maar gewoon dingen doen die jij doet en niet anderen. Edit. Editprogramma's kosten vaak geld, maar het is wel veel handiger. Want als jij de hele tijd filmt en eigenlijk doe je leuke dingen de hele dag door, maar dan kan je maar één leuk dingetje filmen, zeg maar. Of je splitst het op in filmpjes en die zet je apart op YouTube. Maar dus je moet editen door het wat minder saai te maken. Dus bijvoorbeeld, je doet iets wat leuk is, dat film je, dat maak je lekker kort, dan film je een ander stuk, dat plak je eraan vast, dan het veel leuker wordt, korter en krachtiger. Deze tip is niet het allerbelangrijkste, maar het is meestal wel handig om goed geluid en goed beeld te krijgen. Nou heb ik dat nu niet, want deze camera die is niet heel erg goed, maar dat heb ik al verteld. Dus goed beeld, goed geluid, dat is altijd handig, dus dat is ook een tip, maar het moet natuurlijk niet. Gebruik emoji, dat is altijd leuk. Je moet het leuk maken voor de kijkers. En nu doe ik dat heel erg, meestal doe ik het minder, maar nu doe ik het echt super erg. Ja, dus je moet gewoon blij zijn en niet een beetje van... Ja, hallo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik heb er vandaag geen zin in. Nou, niet zo, maar... Hallo mensen, ik ben Otto en ik heet jullie hartelijk welkom om deze nieuwe video te gaan kijken. Ik hoop dat jullie deze video super leuk vinden. Hopelijk belonen jullie hem met een duimpje. En als jullie nog niet hebben geabonneerd, doe dat dan maar even. Maar ik dwing jullie natuurlijk niet om te abonneren, maar dat is altijd leuk. Praat duidelijk, dat is wel best handig, want anders dan versta je niet wat ze zeggen. Dus bijvoorbeeld, ik heb ook een video opgenomen, dat was een prank call. Dan bel je... restaurants en dan ga je rare dingen bestellen of dingen zeggen wat eigenlijk niet echt logisch is. Dus dan zet je er ondertiteling onder, want dat komt uit de telefoon en dat is niet zo heel hard. Dat is ook handig dat je duidelijk maakt. Nou, het is super handig als je niet luistert naar al die haatreacties die iedereen geeft en de dislikes. Dus als jij denkt, als jij ziet, bij deze video heb ik meer dislikes dan likes. Dus dan ga je niet meer vloggen of niet meer filmpjes maken voor YouTube of zo. Luister daar gewoon niet naar. Ga gewoon door. Ga gewoon verder. Als iemand tips geeft, dan kan je er wel naar luisteren. Maar als iemand zegt, je bent zo dom en jij bent een... Ja, en dat gaat die schelden en zo. Dan moet je er gewoon niet naar luisteren. Dat is... En gewoon doorgaan. Want er zijn ook altijd mensen die het leuk vinden. Zorg voor goede belichting. Kijk. Waarschijnlijk... Ik zie het nu niet. Wacht even, ik ga even kijken voor jullie. Ja, maar in ieder geval, waarschijnlijk zagen jullie het net best wel stikkerig bij deze camera tenminste. Dus zorg voor goede belichting. Kijk, ik doe nu dit licht aan. Laat hem wel even zien. En... En daardoor wordt het echt veel, veel beter beeld en zo. Doe dingen die spannend zijn voor de kijkers. Dingen die eigenlijk niet mogen. Bijvoorbeeld belletje bellen. Of prank calls. Dus mensen restaurants bellen. Of mensen bellen en dingen doen. Of challenges. Wat uitdagingen betekent. Dus bijvoorbeeld ik deel een crossbar challenge met papa. Dan moet je op de lat schieten. Papa had gewonnen, dus ik moest gember opeten. Dat is echt niet lekker. Je hebt heel veel dingen wat ook challenges zijn. Maar ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen. Het is een beetje te veel werk. Grappig zijn. Niet, ja, geen grappen maken. Gewoon, geen grappen maken. Gewoon, zeg maar. Zorg voor 100.000 abonnees, want dan krijg je geld. En met geld kan je dingen kopen. En volgens mij, ik weet het niet zeker, maar volgens mij krijg je 800 euro per maand. Als je boven de 100.000 abonnees zit. En dan kan je spullen kopen voor je camera. Zoals een microfoon, een goede camera, of een laptop, of een computer, of een bureau, of een stoel, of
vlogdingen dingen of goede kleren of pet of een muts of een dingen of een sokken of onderbroek of broeken of t-shirts of iets of dat of ga je daarom dit doen, maar dat maakt niet uit. Handig om 100.000 abonnees te krijgen, moet je wel je vloggen goed doen. Dus dit is een tip als je, dit is een tip na dat je vloggen goed kan doen. Nadat je deze, dit is een tip nadat je deze tips hebt gehad door goed te kunnen vloggen. Zeg maar, ik hoop dat je het nog snapt.